Voor de film De Surprise mocht ik de hoofdrolspeler Georgina Verbaan en Jeroen van Koningsbrugge interviewen. En ik vroeg aan hun, hoe denk jij over de dood? Wat komt er daarna? Ben je bang voor de dood? En dit antwoordden ze. Ik ben niet bang voor de dood, nee. En jij, Georgina? Ik ben daar wel bang voor en ook best wel mee bezig. Wat heeft de inhoud van de film met jou als persoon gedaan? Nou, het maken van deze film heeft me heel veel geleerd. Sowieso als acteur heel erg. Dat vooral. Echt heel veel van geleerd. Het is gewoon heel erg mooi dat, dat mensen die het leven niet meer zien zitten, dat die op momenten wanneer het echt uitzichtloos is of je verlangt naar iets ongewis waar je niet weet waar je heen gaat, maar als je op dat punt staat, dat er dan zoiets geweldigs gebeurt als een nieuwe liefde en dat het leven dan ineens als een soort voorjaarsbloemen zo voem, ontluikt voor je. En dat is dat. Ja, dat vind ik een hele mooie gedachte. Anne zoekt in de film, die denkt, nou, ik ook die gelooft heel erg in boeddhisme en in reïncarnatie. En die zegt, ik denk dat ik op deze etage niet zo goed uit de verf kom. Dus ik wil wel eens kijken hoe het daar is. Maar ik denk dat deze mensen erachter komen dat het ineens op gewoon je eigen etage toch ook nog best wel leuk kan worden. Ja, dat je zelf de slingers moet ophangen eigenlijk. Ja. Ja, daar komt het dan wel op neer, denk ik. Nou, ik daarentegen. Voor mij, ja, Herman Finkers zei het ooit heel mooi. Zelfmoord is wel het laatste wat ik zou doen. In die zin heb ik er wel meer over nagedacht. En niet zozeer dat ik dan begrip heb voor mensen die zomaar uit het leven stappen. Omdat je heel veel ellende nalaat natuurlijk. Maar het heeft wel een soort rustgevende gedachte dat er eventueel zo'n bedrijf zou bestaan. Maar ik heb vooral als acteur en als mezelf dus ontzettend veel geleerd. Gewoon van het filmen. En het werken met Mike van Diem. En vooral de manier hoe hij de dingen doet. En wat hij wil vertellen. En op de manier hoe hij het vertelt. En dat hij niks te veel vertelt. En dat vond ik dus ook. Nou, we hebben echt iets van 5 weken heel uitvoerig gerepeteerd. En dat vond ik echt heel erg bijzonder. Wat deden jullie tijdens de repeteren? Ik neem aan niet dat jullie. Oké, maar deden jullie het op een bepaalde plek? Ja, we deden het in een studio, maar in een lokaal. Maar hij heeft alle locaties, dus ik kende die al. En ook de precieze afmetingen. Dus we konden de hele mise en scène, tot aan het aan- of uittrekken van een broek, hoe je dat doet en op welke zin en zo, al gewoon repeteren in Amsterdam. Maar kreeg jouw visie ruimte van Mike? Ja, tuurlijk. Oh, absoluut. Ja. Hij zei heel vaak, doe het zo en zo. En dan zei hij, maar luister niet naar mij. Ja. Dat zei hij heel vaak, hè. Luister vooral niet naar mij. Wow. Maar, ik wil weer draaien. Ja. Ik wil weer terug. Ja. Ah. Als ik zeg entertainen of inspireren over je eigen werk? Ik zie mezelf toch eerder. Ja, ik bedoel, inspireren, dat klinkt heel leuk, maar daar heb je helemaal geen grip op. Dat is maar net wat mensen willen zien of willen voelen of zo. Ik ben wat dat betreft meer een entertainer, denk ik. Nou ben ik wel een uitzondering misschien. Omdat ik vind acteren te gek. Ik vind zingen te gek. Ik vind sketches doen te gek. Ik vind humor superleuk. Dus, ja, ik kijk uit naar draadstaal. Dus dat zijn, we hebben nu de eerste erop staan. Dus we hebben alweer lol. Echt, alsof we weer in de schoolbanken zitten. Dus voor mezelf ben ik meer een entertainer dan een inspirator. Is een goede film inspirerend of entertainend? Allebei. Maar ik denk dat deze film heeft natuurlijk zoveel extra lading. Doordat het letterlijk over het leven en over de dood en over liefde en over toekomst. En er zit zoveel meer in dat het niet alleen, je kunt niet zeggen het is een romantische comedy. Dat zeggen we wel, maar dat is het niet. Het is veel meer dan dat. Wat vind je van persdagen zoals dit? Ik ben geen journalist, ik ben YouTube-videomaker. Ik ben niet persoonlijk altijd fan van interviews. Ik hou wel van goede gesprekken, dus echt, wat vind je daarvan? Ja, het is een soort noodzakelijk kwaad. Terwijl het klinkt nu heel zwaar dat het kwaad is, maar helemaal. Ik vind het nu eigenlijk voor deze film leuk. Ja, ik ook, maar dat ligt dus echt aan het project waar je in zit. Want je hebt soms wel eens dat je denkt, moet je weer word je in een hoek en dan stellen ze weer dezelfde vragen. En je zou af en toe hopen dat interviewers dan net wat meer research of een vraag stellen. Die denkt, nou, dat vind ik nou leuk dat je dat vraagt. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden. Dus je geeft eigenlijk, ja, voor je gevoel ben je een soort repeteerplaat. Ja, want Georgina, wil ik die vraag eigenlijk aan jou stellen. Wat hoop je of waar vind je het relaxed om over te praten tijdens zo'n dag? Ik vind het relaxed om over het werk te praten, over de film zelf en over hoe je. Ja, gewoon ook over acteren.
Dat vind ik leuk, maar er komt natuurlijk ook heel vaak bij. En wat zou jij doen als het je laatste dag op aarde was? En dan moet je... Dan wordt alles heel erg persoonlijk. En dit is ook oké, hoor. Prima. Maar ik vind het leukste om gewoon over mijn werk te praten. Abonneer natuurlijk op de Filmfabriek, want aankomende woensdag heb ik weer een nieuwe Filmbuzz video om 3 uur met de allerbelangrijkste filmupdates. En misschien geef ik nog wel 2 kaarten weg voor de exclusieve preview van Unfriended. De filmavond die ik ga houden bij Universal komende donderdag. Ja, tot later.